kan degene die de lampjes laat branden iets op deze radio zeggen? Ja, de lichtje branden gaat ook. Loop je zo tegen. Tintelt op mijn vingers. We zijn nu op een oud kerkhof in Hoogkaspel, een klein verlaten kerkhofje. En wil een ghostbox sessie doen. Ik heb de Sentient bij me. En we gaan kijken wat er allemaal uitkomt. Kom maar aan. Zoals je ziet, het derde lichtje brandde net ook. Dat loop je zo tegenaan. Oké. Okay. Goedenavond. Is er iemand aanwezig? Kan degene die de lampjes laat branden iets voor deze radio zeggen? Kan je hem ook een soort rode lampje laten gaan? Nee, dat is het. Ook hier zit het. Hier. Af, hè? Ben je met meerdere feesten of ben je alleen? Of helemaal tot het rode lampje laten branden. Het zit helemaal vol. Als ik hier hou, het oranje lampje ook. Het zwarte kastje wat ik in mijn handen heb, daar kan je dus in de microfoon praten. Zit hier ook. Zou je iets relevants kunnen zeggen? Ze zijn er wel. Kijk, als ik hier ga, is het wat minder, hier op deze plek. En als ik dan hier weer naartoe ga, dan gaat hij weer. Ja. Het is vooral dit. Hier zo. Het is gewoon hier al. Heb je hulp nodig om naar het licht te gaan? Hier. Oh, ik ga het anders proberen. Hier zit ook een temperatuursmeter op. Oh,
dat hier ook metingen hebt. Hier even. Oh, hier. Oké, is het mogelijk om dit kastje wat ik in mijn hand heb aan te raken? Werkt hetzelfde als dat kastje? En is het mogelijk om de temperatuur omlaag te laten gaan? Hij gaat wel omhoog. Kun je hem ook omlaag laten gaan? Die kant op. Oké, kun je hem ook hoger laten gaan? Naar 5 plus. Als dat makkelijker is. Hij gaat omhoog. Kun je hem nog hoger laten gaan? Hij gaat steeds hoger. Kun je hem ook hoger laten gaan? Naar 5 plus. Dankjewel. Hij is heel dichtbij. Ja, dat weet ik. Weet hij wat? Hij lijkt wel weer zwakker worden. Ja, hij wordt zwakker. Ja, kijk. Kijk. Oh ja. Dankjewel. Mijn rechterarm wordt erg zwaar. Is het zwaar? Hoe zwaar? Het is net of iemand mij pakt. Oké. Ik voel me wel enorm. Tintelt. Tintelt op mijn vingers. Ja. En ik voel het hier. Mm-hmm. Iemand raakt mij aan. Mm-hmm. Oké, kan degene die Richard aanraakt iets door deze radio zegt? Denk je dat wij je kunnen helpen? Of dat Richard je kan helpen? Wil degene even antwoorden? Geef eens een antwoord. Ja, ik voel het hier. Ja. Ja. Alleen hier zo voel ik het. Dit is gewoon normaal. Kunt u duidelijk antwoord geven, want u bent er wel. Ik voel u wel. Het gaat ook om ons heen, hè? Mm-hmm. We zaten er helemaal tussenin. Ja, echt wel. Ja. Ja, ik voel het ook heel zwak. Daarom heel sterk. Ja. Heel sterk. Ja. Het staat gewoon echt hier. Is er iets wat we voor je kunnen doen? Woord? Wat bedoel je met woord? Ja, je kent een koptelefoon, hè? Dat heb ik niet bij. Maar dan moet je die andere voice recorder, moet je koptelefoon aan klikken. Dan kan je het nog beter horen, maar... Met deze persoon goede versterker. Wie bent u? Dat u uw naam duidelijk zegt. Want u bent er wel. Wil je dat we weggaan? Dat kan ook. Als je wil dat we weggaan, wil je dan het oranje lampje laten branden? Het rode lampje misschien. Dan gaan we weg. Dan weten we dat we weg moeten. Nou, ik wil jullie bedanken voor de tijd. Dan gaan we zo vertrekken.